Een deel van de wijk Voorstekamp in Nijmegen zat donderdagmiddag nog steeds zonder kraanwater. Oorzaak was een gesprongen waterleiding op woensdagavond. Om te zorgen dat bewoners toch voldoende water zouden hebben, plaatste waterbedrijf Vitens een standpijp. Die dient als centrale tapkraan in de wijk. De breuk zorgde er in eerste instantie voor dat duizenden mensen in het Rijk van Nijmegen geen of minder water uit hun kranen zagen stromen. Donderdagmiddag ging het nog om ongeveer 120 huizen. Door een andere storing zat ook de Koningsstraat in Beuningen enige tijd zonder water. Daar ging het om 19 huizen en ook daar had Vitens een tapkraan geslagen. Het riool in de Bachstraat in Nijmegen-Oost wordt volgens de gemeente donderdag gedicht. Dat staat in een brief die bewoners woensdagavond kregen. Eerder uitten zij hun zorgen over de gezondheidsrisico's in hun straat, omdat het riool daar al sinds afgelopen vrijdag open ligt. Toen werden drie werknemers van aannemersbedrijf Reef onwel, maar omwonenden werden in eerste instantie niet geïnformeerd. In een brief van Reef die omwonenden woensdagmiddag ontvingen, wordt bevestigd dat drie mensen ziek zijn, maar blijft onduidelijk wat de oorzaak is van het onwel worden. De gemeente Nijmegen heeft bij de GGD geïnformeerd naar de risico's. De instantie geeft aan dat er geen gevaar is als er geen direct contact is met het riool. De eerste sloophandelingen van de Lourdes Basisschool aan de Veldstraat in Nijmegen gaan vrijdag van start. Stichting De Getijden, een groep burgers die de droom heeft een eigen buurt te realiseren, heeft dit pand aangekocht en wil er 17 duurzame en levensloopbestendige woningen realiseren. 5 jaar geleden ontstond bij initiatiefnemers het vernieuwende plan om een gebouw te kopen om daar samen te gaan wonen. De nieuwe invulling van het voormalig V&D-pand krijgt steeds meer vorm. Nadat in november 2016 Topshelf de deuren opende, kan er vanaf donderdag gewinkeld worden bij kledingwinkel New Yorker. Het zijn niet de enige nieuwe winkels. Eind juni opent Costes en later zullen Laplace en een Jumbo Food Market volgen.